overname, opvolgen of opdoeken. Dat was het thema van het maandelijkse Flower Science Café. Dit keer gehouden bij de gebroeders van Haaster in de Zilk. Sam van Egmond leidde een paneldiscussie en er waren drie specialisten, ieder op hun eigen terrein. Meneer Van der Poel, u bent eigenlijk gestopt. Waarom? Nou, ik ben gestopt omdat ik heel veel andere ambities had, maar ook omdat ik geen opvolging had. Ik heb samen met mijn neef een bedrijf gehad. Verschrikkelijk mooi bedrijf. Vond het verschrikkelijk zonde om te stoppen. Maar stop is ook een uitdaging. En wij hebben met elkaar besloten, daar hebben we zeker wel 5 jaar over gedaan, om daar een goede stap in te nemen, om er een punt achter te zetten. En we hebben daar tot nog toe allebei geen spijt van. Ik ben een andere richting opgegaan. Ik heb ook altijd gezegd, als ik doorga tot mijn 65ste, 67ste, wat blijft er dan nog open voor staan voor me? Ik was nu 1,62 toen ik stopte met actief bollen telen. Ik ben in bestuurswerk gegaan. Ik zit nu in het waterschap. Ik doe voorzitterschap van de KNVB. Het is gewoon heel leuk. En dat had ik ook willen gaan doen als een van mijn kinderen het had gaan doen. Want dan had ik een stapje opzij gedaan. Jammer genoeg niet. Die hebben een andere richting gekozen. Wat zijn de valkuilen bij het stoppen? Valkuil om te stoppen is denk ik toch dat je het proces vroegtijdig aan moet gaan. Vooral moet blijven praten met je naaste, je familie, maar zeker ook heb ik heel veel gepraat met mijn compagnon. Je moet het samen doen. We hebben samen 40 jaar wat opgezet. Dan is het ook de kunst om samen weer goed het tot een goed einde te brengen. En dat wil ik iedereen wel meegeven, jongens. Praten, praten en nog eens een keer praten. Meneer Geerlings, wat is uw verhaal? U bent overgenomen, moet ik het zo zeggen? Ja, wij hebben dus eigenlijk onze aandelen verkocht in ons bedrijf, familiebedrijf, vierde generatie. Dus dat is eigenlijk een unieke kans eigenlijk voor ons bedrijf en voor het product waar ik heel sterk in ben, is de Zantedacia Calla, Aronskelk. En dus dat is eigenlijk een hele mooie samenloop van omstandigheden die tot op dit punt gekomen zijn. Maar vierde generatie dan de boel verkopen, dat lijkt me een moeilijke beslissing. Nou, eigenlijk als je meer van je product houdt als van je familiehistorie, dan is het voor het product een hele mooie ontwikkeling. Waar we zelf nog steeds onderdeel van blijven. En je ziet gewoon in de streek generaties veranderen en ook de interesse van de jeugd verandert. Dus ja, het is gewoon een feit. Want waarom heeft u dan daarvoor gekozen? Waarom was het een mooie oplossing? Bij ons in het vak had je eigenlijk drie leidende bedrijven die dus het beste waren in ons kleine product. En die twee ervan kwamen te koop. En die werden door een grote bedrijf wilde dat wel inlijven. Maar die wilde dat niet doen zonder ons. Dus ja, wij waren eigenlijk de kroon op het werk, of hoe je het wil noemen. Maar dan bent u opeens niet meer eigen baas? Nou ja, het leuke ervan is, we zijn wel in dienst van het nieuwe bedrijf. En we mogen daar tot in de lengte der jaren blijven. En het is een hele mooie opdracht om eens een keer bij een echt groot bedrijf te werken. En veel meer mogelijkheden en kansen te krijgen als dat je als klein ondernemer hebt. Dus als u nu terugkijkt op die beslissing, is het een goede beslissing geweest? Ik vind het een super beslissing voor ons bedrijf, ja. Maar ik kan me voorstellen dat andere ondernemers heel lang twijfelen. Familiebedrijf, je verkoopt toch je aandelen. En wat zegt u tegen die ondernemers? Ik denk dat je altijd ervoor moet zorgen dat je uniek bent in hetgeen je doet. En ik zou in ieder geval tegen andere ondernemers zeggen van de overlevingskansen voor een klein bedrijf zijn heel beperkt. Maar als je gaat samenwerken of je komt tot een overname door een ander bedrijf, dan zijn de kansen weer in het nieuwe speelveld. Over opvolgen, overnemen of opdoeken. Vooral het opvolgen. Hoe vanzelfsprekend of niet vanzelfsprekend is dat? Nou, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Zeker niet tegenwoordig. In de discussie kwam ook naar voren toe dat er heel veel competenties nodig zijn om op te kunnen volgen. Er zijn ook wat bedreigingen in de sector. Dus je moet van tevoren goed bedenken van wil ik dit wel en kan ik dit wel. Dus vanzelfsprekend is het niet meer tegenwoordig. En financieel? Financieel is ook een probleem. Het is zo dat banken sinds de bankencrisis niet meer zo makkelijk financieren. Ik wil daarbij niet de schuld bij de banken neerleggen. Maar het is een feit dat er gewoon moeilijker is om overnames te financieren. En dat betekent dat het des te belangrijker is dat er een goed plan komt waaruit blijkt dat het ook terugverdiend kan worden. En dat werd vroeger nog wel eens op de blauwe ogen gedaan, dat financieren. En nu is het zo dat er echt een goed degelijk plan met onderbouwing moet komen, waaruit blijkt dat het allemaal terugbetaald kan worden. Ja, dus een goede toekomstvisie, maar dat lijkt niet te passen bij de agrarische sector. Waarom niet?
Het lijkt erop van de agrarie staan erom bekend van ze hebben een product. En voor de rest zijn ze niet met die andere zaken bezig. Of is dat aan het veranderen? Of moet dat veranderen? Dat is aan het veranderen. Dat heb ik de afgelopen 20, 30 jaar wel gezien. Nou, waar vroeger een kweker was die echt alleen maar gericht was op zijn product. Zie ik nu jongere mensen die meer interesses hebben. Ook in de marketing. Ook in waar gaat dat product naartoe. Wie zijn mijn klanten? Waarom willen ze mijn product? En wat kan ik doen om de klanttevredenheid te verhogen?